Mede namens de familie Lampers, welkom bij deze herdenkingsbijeenkomst. Ik zie de heer De Wit staan en ik weet dat hij gisteren een jaar geleden hier stond met een bos bloemen om uit te reiken aan mevrouw Vermaat en het echtpaar Lampers, omdat ze 50 jaar buren waren. En dan staan wij hier, een jaar later, omdat er die nacht, de nacht van 19 op 20 mei, een allesverwoestende brand hier plaatsvond aan de Gruttostraat 14. Waarbij het bejaarde echtpaar Lampers om het leven kwam. Zoveel verdriet en ook nog frustratie, omdat de dader nog niet gepakt is. Maar ook veel kracht, want we hebben gezien dat de overburen, Maxime en Wim, mevrouw Vermaat hebben weten te redden. We hebben gezien dat de buren steun bij elkaar zochten en dat mevrouw De Borst haar huis heeft opengesteld. Niet alleen die nacht, maar ook nog al die weken erna. We hebben gezien dat het krachtige optreden van de brandweer in samenwerking met de andere hulpdiensten, ambulance, slachtofferhulp, politie. Maar het verdriet, dat blijft natuurlijk. En het is mooi dat wij vandaag deze herdenkingsbijeenkomst kunnen hebben. En wij hopen dat deze herdenkingsbijeenkomst ook een afronding kan betekenen van het rouwproces dat zoveel ook in het publieke domein heeft plaatsgevonden. Zodat zij tijd hebben om dat met elkaar verder door te maken. Ik heb ze leren kennen als een ontzettend krachtige familie. Dan denk ik dat wij met deze herdenkingstegels van twee lieve heersbeestjes, die kleurrijk zijn, maar ook het symbool zijn van zinloos geweld, en hierbij ook een symbool zijn van een blijvende herinnering aan Bram en Lucia Lampers. Hier in deze straat, op deze lege plek, stond 50 jaar lang Gruttostraat 14. Hier woonden eveneens 50 jaar Bram Lampers en Lucia Lampers du Castel, naast buurvrouw Nel Vermaat, haar man en twee dochters. Hier voerden Bram en Lucia 7 kinderen op. 3 jongens en 4 meisjes, waarvan ik er 1 ben. Denk je eens in. 2 meisjes in de grote slaapkamer, 2 meisjes in de kleinste en 3 jongens op die kleine zolder, die alleen bereikbaar was met een vlizotrap. Toen mijn vader de woningbouw om een vaste trap vroeg, kreeg hij doodleuk te horen: "Maar meneer, u denkt toch niet dat u in een villa woont?" Maar die trap die kwam er, zelfgemaakt door mijn vader, of het nu mocht of niet. Gruttostraat 14. Was dit huisje wel tevreden? Wel nee. Het kon hier flink donderen. Wat wil je ook met 7 kinderen? Maar naast heel wat geruzie leerden wij hier ook wat liefde is en respect voor anderen. In Gruttostraat 14 was het een zoete inval. Hier was iedereen altijd welkom. Of het nu voor een lach was of een traan. Er was altijd een luisterend oor en goede raad. Mijn zorgzame moeder deed niets liever dan eten kopen voor een grote groep familieleden. Zelfs nog op 84-jarige leeftijd. Niet omdat ze zo graag kookte, maar omdat het voor haar stond voor verbondenheid. Tot de laatste dag werkte mijn creatieve moeder met haar handen. Eerst maakte ze kleding voor de kinderen en tot het laatste ook altijd voor zichzelf. Later maakte ze poppen en vervolgens de mooiste schilderijen die ze maar wat graag aan iedereen liet zien. Mijn vader was een duizendpoot als geen ander. Praktisch, handig, een echte doe-het-zelver. Met oog voor beelden. Eerst met dia's en foto's, later met ontelbare filmpjes. Vooral van zijn geliefde Hellevoetsluis. 2 jaar geleden stond hij als het ware op uit de dood. De artsen hadden hem opgegeven, maar hij had andere plannen. Hij stuurde de thuishulp naar huis, vastbesloten om zelfstandig te blijven en de 90 te halen. Op 14 mei van dit jaar zouden Bram en Lucia 65 jaar getrouwd zijn. Op 11 juli en 2 september zouden ze 85 worden. Op 16 mei 2016, tweede Pinksterdag, zag ik ze voor het laatst. Bram en Lucia, 2 bijzondere mensen. Ze waren nog lang niet klaar met leven, waren nog allebei zo vol vuur. Ik wou alleen dat ik dat niet letterlijk had hoeven zien, vorig jaar, in de nacht van 19 op 20 mei. Een jaar geleden, midden in de nacht, stond ik als eerste van de kinderen hier voor het huis. Helemaal alleen. Al stond heel de straat vol met politie, brandweer, ambulance, buurtbewoners. Ik heb me echt nog nooit zo alleen gevoeld. Maxime, in haar roze ochtendjas, zei gelukkig direct dat ze nog binnen waren. Ik zeg gelukkig, omdat ik ze anders was gaan lopen zoeken. Maar nu kon ik bij ze blijven.
De grond sloeg onder mijn voeten vandaan toen ik de pijn voelde die mijn ouders moesten hebben gevoeld in de verzengende vlammenzee. Ik weet nog dat ik op de grond terecht kwam, huilend als een hond die keihard geslagen was. Maar even voor emoties was geen plek. Ik had de zware taak om mijn man, mijn broers en zussen te bellen met het gruwelijke nieuws. Geen plek voor paniek, want zij moesten op een veilige manier naar de Gruttenstraat komen. De boodschap die ik bracht was helder en hard. Het huis staat in brand en pa en ma zijn nog binnen. Ze zijn dood. De maanden die volgden voelen aan als een film. Een film waar het scenario gaandeweg geschreven wordt. Het open einde is nog niet bekend. De moeilijkheid is dat we zeker weten dat het brandstichting is. Dat pa en ma vermoord zijn. Juridisch is echter moeilijk te bewijzen. Het politieonderzoek is nog steeds gaande. Het forensisch bewijs wordt minutieus onderzocht en er is een beloning uitgeloofd voor 15.000 euro voor de gouden tip. Dagelijks zijn het Openbaar Ministerie en rechercheurs bezig om de waarheid boven water te krijgen. Daarom wil ik jullie nogmaals vragen om terug te denken aan de dagen rond de brand. Of je iemand hebt zien posten. Of dat iemand in de buurt rondliep die je daarvoor nog nooit gezien had. Ook al verloopt het onderzoek moeizaam, ik blijf hoop houden en vechten voor gerechtigheid. Maar mijn gevecht is echter nooit hard geweest. Mijn gevecht heb ik gestreden met positiviteit en samenwerking. Voor woede, haat en wrok is geen plek in mijn leven. Dat gun ik de dader niet, maar vooral mezelf niet. Ik wil niet verteerd worden. Niet meegesleurd in negatieve gedachten zoals de dader. Ik laat hem het geluk in mijn leven niet ontnemen. Laat het licht stralen. Die tekst met een uitgestoken hand hing achter de vitrage bij de voordeur. Als het ware had de dader kunnen kiezen om de uitgestoken hand aan te pakken. De dader had kunnen kiezen om zijn haat te laten varen. De dader had mijn ouders een waardig einde kunnen laten hebben op de tijd die God gekozen zou hebben. Maar om met mijn moeders woorden te spreken. Misschien vond God de tijd dat ze naar huis kwamen. Dat mijn vader en moeder in die wereld een warm nest wachten. Eentje zonder de haat van de dader. En opgewacht door dierbaren die al heen gegaan zijn. Hellevoetsluis verhard heb ik het afgelopen jaar veel gehoord. Na de andere moorden. Op twee jonge Antilliaanse mannen. En een jonge vrouw die in de zorg werkte. Hartverscheurend. Nee, Hellevoetsluis verhard niet. De mensen in de samenleving verharden. Gunnen de ander steeds minder. Zetten zichzelf op nummer 1 zonder aan anderen te denken. Mijn oudste zussen, die er op dit moment niet bij zijn, die zijn vandaag in Drenthe voor het plaatsen van een gedenkplaat in de muur tegen geweld. Want niet alleen Hellevoetsluis verhardt de samenleving zich. De meeste moorden zijn trouwens op weerloze mensen die onschuldig zijn. Toch wil ik jullie vragen om uit een negatieve tunnelvisie te stappen en hoe moeilijk dat soms kan zijn. Als je op een laan rijdt met heel veel bomen, dan lijkt het alsof je in een tunnel rijdt. Je ziet geen uitweg. Maar ga je langzamer rijden of sta je stil en kijk je naar links of rechts, dan zie je de weilanden. Je ziet de open ruimte. Je ziet de mooie wereld die voor je ligt. En zo is het ook met mensen. Ik heb echt zoveel liefde mogen ontvangen het afgelopen jaar. Zelfs van mensen die mij helemaal niet kennen. Dat ze meeleven met ons en dat mijn ouders zelfs een plekje in hun hart hebben gekregen. En ik wil dat we daarnaar kijken. Naar die mensen die ons gelukkig maken. Naar de warmte die we zelf kunnen bieden aan anderen als tegenhanger van negativiteit. Mijn vader, pragmaticus en hellevoeter in hart en nieren, zou willen dat we naar Hellevoet kijken zoals hij het zag. Een mooie plek om te wonen. De tractor op de achtergrond hier zo is echt gewoon zoals het zou moeten zijn. Maar te genieten van de omgeving en bootjes kijken bij de vuurtoren. Hij hield van dit stadje. De vele filmpjes in huis zijn met hem meegegaan. Zodat hij, waar hij ook is, ervan kan genieten. Zoals hij van onze opnames liet genieten. Mijn moeder, een bijzonder lieve vrouw, zou willen dat ik haar boodschap laat horen. Laat het licht stralen. En ik schenk jullie haar kracht, liefde en licht. Zoals zij mij gegeven heeft om het afgelopen jaar niet verteerd te worden door haat. En mijn vader gaf mij zijn positiviteit, optimisme en humor. En wij samen
kunnen de wereld maken of breken. En mijn boodschap is: klaarstaan voor anderen, bewust van onze omgeving, een knuffel of een schouder om op uit te huilen. En dan kunnen we heel de wereld aan. Ik heb echt tussen iedereen die ik hier zie staan, heb ik mensen zien staan die ik dus echt nog nooit gezien heb. Dus ik ben heel blij dat jullie er waren om dit samen met ons te delen. En dat jullie wilden komen om hier tegen zinloos geweld, om die te onthullen. Het zinloos was het leven. Dank jullie wel. Do you think you can tell? Did they get you a trick? Krachtige daad. Met deze herdenkingsbijeenkomst ook tot een afronding komt. Maar zoals u ziet liggen hier de tegels als blijvende herinnering aan Lucia en Bram Lampers, die voor eeuwig verbonden zijn aan de Guttenstraat. Dank u wel.